Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Voor de mensen die de vorige vlog niet hebben afgekeken, eventjes wat huishoudelijke mededelingen. We gaan voortaan weekvlogs doen en de reden daarvan, et cetera, zie ik mezelf niet genoodzaakt om jullie dat uit te leggen. Het is gewoon zo zoals het is. We hebben Jordi naar school gebracht en Liam en Sam zijn lekker bezig. Dus dat is wat er is. Ze hebben al gegeten, alles. Over de weekvlogs, ze gaan op maandag verschijnen. Gewoon om 5 uur. Dus ja, dan zijn jullie weer voorzien van informatie. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet zoveel gevlogd. Want ik heb gisteren Steffi hier gehad. En hij had heel veel prikkelproblemen. Baby. Wat zeg je? Baby. Oh. Baby. Die heb je boven in bed liggen. Wat is het? Een hoesje. Ben je een beetje verkouden? Ja. Baby. Ja? Okay. Ben je verkouden? Hallo. Hallo, heb je gepoept? No. Wel, heb je wel kruiken toch? Weer luier even gaan doen. Liam, stop. Stop, je hebt genoeg ruimte. Liam, je doet Sammy auw. Stop. Stop. Hij kan ook niet tegen dat ik hier met Sam zit. Maar goed, gisteren ben ik de hele dag eigenlijk bezig geweest met kleding uitzoeken. Ik heb 3,5 tas, of nee, 2,5 tas zak heb ik uitgezocht van, qua kleding van deze twee etters. Want vandaag gaan we even naar mijn opa en nog wat spullen brengen. En ja, daar gaat altijd mijn kleding heen, zeg maar. Dat gaat dan naar een vrouwtje toe. En die zorgt dat het allemaal helemaal goed terecht komt. En kinderkleding kunnen ze daar altijd gebruiken. Dus super. Ja, dus dat is wat we gaan doen. Niels is momenteel naar het nieuwe huis. Want er komen een aantal mensen wat dingetjes opmeten, et cetera. Zodat het allemaal al klaar is. En zodra we getekend hebben dat ze kunnen beginnen. dus ja. Die is dat nu doen. Ik ga zodra ik de kinderen klaarmaken om naar school te brengen. En als ze op school zijn, kom ik thuis. En ga ik even vast de spullen pakken die meegaan. Kijken of ik het al in de auto kan krijgen. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat de planning is. Nou, de kindjes zijn naar school. Jordi had al mijn haar weer over de dinges getrokken. Dus ik heb het net even gauw, toen ik Liam en Sam weg ging brengen, in de auto goed gedaan. Ziet er geweldig uit. Maar goed. Wat is het? Joef, die ligt hier bij me. Ben je puppy? Ben je puppy? Oh, dat is mijn puppy. Straks met Joef naar het dierenarts. Controle houden. En ook de uitslag laten bekijken. De uitslag is wel stukken minder, dat wel. Maar dat komt ook omdat we haar echt voor elk eten wat er hier gegeten wordt door de kindjes, dat ze op de gang gaat. Dus ze is echt ergens allergisch van qua voedsel. Maar ik ga straks wel even overleggen hoe en wat. Want ik wil eigenlijk wel weten waar ze dan allergisch voor is. En hoe ik dat het beste kan doen. En ja, dan gaan ze straks controle houden aan de oren. Gisteravond was ze wel weer aan het klapperen met haar oren. Ze heeft het een aantal dagen niet gedaan. Oei!
Oh jongens, toch, moet je niezen. Moet je niezen. Heeft ze een aantal dagen niet gedaan, maar gisteravond was ze wel weer aan het klappen. Dus dan moet ik wel eventjes straks even ook melden. Dat ze even goed checken. Wij hebben alles bij mijn opa weggezet. En dan zijn we weer onderweg naar huis. En dan is het eigenlijk een kwestie van de kindjes halen. We hebben de kindjes opgehaald. Tada! En tada! En Jordi heeft net al zijn chipjes op en gedronken. Niels is met Joef nu naar de dierenarts voor de check van haar oren. Ik heb een lijstje meegegeven met wat ik wil dat gecheckt wordt. Dus dat is wat gaat gebeuren. En dan ga ik daar eten koken en dingen doen. De dag is bekant ten einde. Ik denk dat als hij nog heel lang zo zit. Heel lekker ding. Heel lekker ding. Je bent wel een lekker ding. Je bent mama's lekker ding. Oh, trouwens, hij had van de week de grond gekust. Hier een auwie. En op zijn tong had hij gebeten. Auwie. Ja, dat had je auwie gedaan, hè? Op de. Op de stoep, hè? Had je de stoep gewoon gekust. Ja, weet je niks van te zeggen. Maar, dat. Wat eten we vandaag? Macaroni. Gewoon simpel. Niet te moeilijk. Wat goed van jullie. Lekker pizza. Heel goed. Volgens mij moet je... Ja, papa. Ik zal tegen papa zeggen dat hij de zadel voor jou omhoog moet doen. Ja? Oh jee. Oh jee. Voor jou hoeft dat nog niet. Ja. Wee! Yay! Sam's huis. Ja, is ook Sam's huis, hè? Nee. Kijk goed, Liam. Kijk goed, Sam. Ja, is ook jouw huis, dat klopt. Is een fiets. Goed zo, ga maar fietsen. Fietsen, goed zo. Lekker fietsen. Fietsen. Yay! Wow. Kijk je uit. Yay, goed gedaan jongens. Mama trots op jullie. Liam en Sam, hè? Awee. Goed zo jongens. Niels is straks met Joefie naar de dierenarts geweest, hè Joefie? Joefie, was je naar de dierendokter, hè? Hij heeft in de oren, of zij heeft in haar oren gekeken. En het zag er echt stukken beter uit. Gisteravond ging ze wel weer klapperen met haar oor. En het ziet er nog wel wat roodzig uit, maar wel echt stukken beter. Ze heeft nog een keer gel erin gedaan voor een week. Als ze dan nog steeds hetzelfde doet als wat ze van de week deed, moeten we weer terug. Gaan ze toch eventjes kijken wat ze eraan kunnen doen. Omdat ze ook heel veel uitslag weer had, zeg maar. En ze heeft echt niks apart gehad, want we houden de vloer ook schoon. En we ruimen gelijk op en et cetera, et cetera. Maar we zijn nu wel op hypo, in ieder geval dure brokken. En dat vind ik niet erg om dat daarvoor uit te geven. Maar het zijn brokken speciaal voor allergieën. Daar is ze nu op over. Ja, je bent lief. Daar is ze nu op over. Als het met haar oor gewoon goed gaat, hoeven we niet terug te komen. Maar we moeten het voer moeten we een maandje uittesten. En waarom moeten we dat een maandje uittesten? Omdat... een week, twee weken is niet genoeg om daar een juist resultaat van te hebben. En ondertussen moet ik dus opletten als ze wel iets gegeten heeft, wat ze heeft gegeten. En dan moet ik even opschrijven en of ze rood daarvan wordt. Sowieso moeten we eventjes begin november contact opnemen met de dierenarts hoe het gaat.
Zodat ze in ieder geval daar op de hoogte van zijn. Dus ja. De boel is weer netjes en schoon. En ik heb alles klaarstaan voor morgen. Ik ga nu lekker naar bed. Niels is thuisgekomen, heeft me nog even geholpen. Is gaan douchen. En die ligt al lekker in bed. Dus bij deze, ik ga lekker slapen. En de volgende swipe is de volgende dag. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend de kinderen naar school gebracht. Daarna ben ik even naar de supermarkt geweest en naar de AC Tioni. Laten we even shoplog doen. Ik heb een salade. Ik moet er wel even bij zeggen, Niels komt vanavond heel laat thuis. En vandaag doen we dus niet te moeilijk qua eten. Maar ik heb dus salade. Want ik moet de kinderen ook in mijn uppie op bed leggen. En dat is altijd wel zeg maar een dingetje als papa er niet is. En dat is niet omdat Niels dat altijd doet of zo. Nee, ze vinden het gewoon fijn als papa er ook bij is. En het is gewoon anders als papa er niet bij is. Dus ja, dan is dat iets niet harder werken, maar iets geestelijk iets zwaarder. Want je hoort continu, waar is papa? Papa komt ook. Papa, waar is papa? Waar is papa nou? Nou, dat van zowel Liam als hem. Vanavond eten we pizza. Ik heb de meatloaf pizza. 2 keer voor mij en Niels. Ik heb liefde en passiebrood. Petit volkoren. Ik heb 4 hamkaascroissantjes. Ik heb poffertjes. Liam en Jordi eten graag poffertjes. Maar Sam die vindt dat gewoon niet te pruimen. Dus die heeft liever een hamkaascroissantje. Daar maak ik hem nog blijer mee als daarmee. Ik had zin in snaaien. M&M's en nuts. Want we go nuts. Groente M&M's. Deze heb ik voor Liam op school gekocht. Maar daar ga ik later uitleg over geven. Aardbeidjes. Banana's. 2 keer mango. En een kleine watermeloen. Op dit moment eet Liam alleen maar watermeloen en banaan op school. Dus ja. Dat is nou eenmaal zo. Maar ja, om daar een hele grote watermeloen voor te halen, dat gaat dus niet op. Dus die 2 mango's. Dan ben ik heel eventjes naar de ACTONE geweest. Ik heb voor Jordi 2 pyjama's. Die waren nu ook in de aanbieding. Pyjama 1. En pyjama 2. Dan heb ik voor zowel Liam als Sam ook nog een pyjama gekocht. Want ja, hè, die kunnen niet achterblijven daarin. Ja, dat. Dan heb ik voor Liam Superman sloffen. En voor Sam Paw Patrol sokken. Sloffen. WC shizzle. Dan heeft Liam laatst aan mij gevraagd of dat hij een pop mocht hebben. Sam heeft een tijdje geleden een baby gekregen. En Liam die heeft aan mij expliciet gevraagd of dat hij ook eentje mocht. Dus ik zou bij de Action deze. Maakt het leuk? Mama. Ik ben verkouden aan het worden. Maar ja, ik heb dus deze gekocht voor hem. En voor Sam Bing en Flop. Want ja, ik kan niet Liam wel iets geven en Sam niks. Dus hij is hier ook heel blij mee. Dus dat. Ja. Dat is wat ik heb gekocht. Vanmiddag, als ik de kinderen op heb gehaald, komt Daphne hier. En die komt dan op de kindjes passen. En dan mag ik iets geheel voor mezelf doen. Dat staat op dit moment, als daar de visio terug is, dan staat het in het teken van Jordi. Dat Jordi weer visio krijgt. Maar op dit moment staat het volledig in het teken van Mandy, ga iets voor jezelf doen. Dus dat doe ik me ook gewoon mijn huis uit. Dus
Ik heb besloten dat ik naar de stad ga. En dat ik ga kijken voor een nieuwe tas. Want deze is echt versleten. Ik moet een nieuwe tas hebben. Want hij hangt hier ook al. Nou, in ieder geval, voordat hij dadelijk losraakt, ben ik in ieder geval weer klaar. Dus daar heb ik besloten om mijn zoektocht te gaan werven. Ik had er met Niels over en Niels die zei, ga dat lekker doen. Ga lekker iets voor jezelf doen. Niet dat ik vanochtend daar geen tijd voor zou hebben, maar ik heb vanochtend ook allemaal dingetjes gepland staan. Zoals de was, de opvouwen, was wassen, dat soort dingen allemaal. En daar word ik gewoon vanmiddag ook gewoon mijn huis uitgeschopt. En dan wordt er gewoon gezegd, zoek het uit, je gaat weg, punt. Dus dat. Die chocolade dingetjes heb ik voor Liam op school gekocht. We zijn er namelijk achter gekomen dat als Liam, en het is niet zeg maar dat we dit gelijk geven of wat dan ook, dat absoluut niet. Maar als Liam een tijdje in een bui zit, dus een bui waar dat hij zo overprikkeld is, overgestimuleerd of wat dan ook. En dat is al echt een half uur bezig. Dan geven we hem een chocolaatje. En dan gaat hij rustig op de bank zitten. En dan gaat hij echt rustig op dat chocolaatje zitten knauwen, sabbelen, hoe je het ook wil noemen. En dan is het ook een hele andere Liam. Op de een of andere manier heeft die chocola een knopje bij hem. En ja, ik heb het erover gehad met school, met de thuisbegeleiding, et cetera. En hun zeggen gewoon van ja, oké, niet gelijk geven natuurlijk. Want hij moet ook zelf uit leren komen. Maar als het zo erg wordt dat hij er gewoon niet meer uitkomt. Zoals gisteravond. En vannacht ben ik regelmatig bij hem geweest. Er was gisteren iets op school gebeurd met een ander kindje. En daar was hij echt van onder de indruk. En dat is prima, dat mag. Maar hij heeft zelfs 's nachts ook gewoon nachtmerries ervan gehad. En hij wou vanochtend ook niet naar school. En dat is niet erg, dat mag, dat is prima. Maar als hij last heeft van zoiets, dan kan hij daarin blijven hangen. En op zo'n moment kan hij zeg maar net eventjes een klikje maken. En bij de een werkt dat wel, want bij Liam werkt dat dan wel, maar bij Sam werkt zoiets compleet niet. Dan moet je er ook niet mee aankomen met van wil je een chocolaatje, want dan moet hij helemaal niks. Maar bij Liam werkt het dus wel. En dan zeg ik niet dat ik hem daarmee omkoop of wat dan ook. Dat is echt niet wat de bedoeling hierin is. Maar een bepaalde regulatie zorgt wel voor de chocola. Of zorgt er wel voor dat hij die chocola heeft. En ja, hij moet er ook gewoon echt niet uitkomen eer dat hij dat krijgt. Want hij krijgt dat niet zomaar. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje waar we het over hebben gehad. Maar goed, ik ga even die boodschap opruimen. Even mijn medicijnen pakken en zorgen dat ik hier aan de slag ga en even een boterham eten. Heel even snel, ik moet koters op gaan halen. Ik heb deze kast heb ik helemaal uitgezocht en opgeruimd, dingen weggegooid, et cetera. Heb ik nou allemaal hier liggen. Dat moet naar boven, achter het schot. Dus heeft Niels vanavond weer wat te doen. Verder ben ik nog was aan het wassen geweest enzovoorts. Voor de rest niet veel gedaan, maar ik ga nu mijn koters weer ophalen. Ik haal Jordi net op en ze zijn zo vermoeiend geweest op school. Nou maar eens in de auto krijgen. Ik heb net de cadeautjes gegeven. Of ja, het zijn niet echt cadeautjes, want ik heb ze gewoon gegeven. Hij is blij met zijn baby. Hij is happy, de baby. Dus dan doe ik het goed. Nou mensen, Daphne is geweest. Ik ben de deur uitgeschubt en ik ben de stad naar de stad gefietst. En ik kwam de stad in en ik zag een winkel in het oude V&D-gebouw. Daar zit zo'n kortingsuitverkoopding. Ik weet ook niet of het echt een naam heeft. Ik heb mij daar ook helemaal niet in verdiept of zo. Maar die winkel zit er al wel wat langer en ik wou er al langer een keer gaan kijken. Nou had ik het er ook met Niels over gehad van ja, ik wil niet elk jaar een nieuwe tas moeten kopen. Dus toen had hij gezegd van nou, dan koop je toch een wat duurdere tas. En dan gewoon eentje die netjes is en waar voldoende ruimte in zit. Want
Niels gooit ook al zijn zooi bij mij in mijn tas. En ik heb altijd te weinig ruimte dan. Want zijn portemonnee, zijn telefoon, zijn sleutels, alles erop en eraan, pleurt hij er ook in. Dus ik was daar in die winkel en ik was aan het kijken. En ik zag deze tas al hangen en ik denk, oh, die is wel heel duur. Ik ga die niet kopen. Zag ik een andere tas. Ik denk, ja, die is ook wel leuk. Maar dat is niet, zeg maar, deze tas die ik gezien heb. Als ik dan, zeg maar, iets zie en ik denk, dat is het. Dan, ja. En ik heb in principe geen dure smaak, maar dit was gewoon echt leer. Of dit is gewoon echt leer. Ik heb een tas gekocht van het merk Micmac Bags. En het is deze tas geworden. Er zit een vakje in. Hier zo. Kun je van alles in doen. Het is een tas die ik zo aan mijn schouder kan hangen. Met een leuk motiefje erop. Het is een tas die ik ook zo kan hangen. Dus dat is ook allemaal mogelijk. Die hoef je maar zo. En ik kan mijn telefoon hierin kwijt. Hier zit een apart zakje in. Etcetera. Er zit genoeg ruimte in om alle rotzooi van al die kinderen en die vent van mij in te doen. Ik moet hem daar wel heel eventjes behandelen. Want ik heb daar speciaal spray voor. Maar het was een dure tas. Dus ik heb Niels opgebeld. En ik zeg tegen Niels. Ik zeg, ja, hij kost zoveel en er gaat nog korting af. En toen zei Niels van, als jij vindt dat jij die moet kopen, dan steun ik jou daar volledig in. En toen heb ik daarna Inge gebeld. Ik zeg tegen Inge, ik heb iets gevonden. En meestal bel ik dan Inge op van, hey, ik heb iets gevonden en ja, moet ik het doen of moet ik het niet doen? En toen zei Inge tegen mij, Mandy, zegt ze, jij scheept jezelf altijd af met de goedkope tasjes. Ze zegt, dit is wel een tas waar je gewoon een hele lange tijd mee vooruit komt. Wat gewoon heel netjes is. En waar je gewoon alles in kan doen wat je hebt. Want meestal als ik met Inge op pad ben, stopt zij ook alles in mijn tas. Dat is altijd. Maar dat maakt verder niet uit. De tas was officieel zo duur. Maar er is nog 20% vanaf gegaan. Dus de tas kwam op 111 euro ongeveer uit. Maar het is wel echt leer. En ik hoop hier toch echt wel een hele tijd mee vooruit te gaan. Ga ik hem even behandelen. Met speciale spray. Die heb ik dan nog in mijn kast staan hier. En we gaan zien. Maar ja, ik heb een keer iets duurs gekocht. Ja, dat. En ik ben er eigenlijk ook heel blij mee. Ik ben er echt heel blij mee. Een hele... Goedemiddag, het is net middag, het is 12 uur geweest. Niels heeft vanochtend de kinderen naar school gebracht. Tadaa. Die is nu aan het werk. Ik ben vanochtend naar de fysio geweest. Daarna hebben we thuisbegeleidinggesprek gehad over Liam. Nu ben ik broodjes aan het afbakken. En ga ik even zitten. Na het eten ga ik dingetjes doen hier in huis. Vanmiddag komt onze eigen Steffi met Jordi klooien. En ja, ondertussen zijn wij gewoon van alles aan het doen. En ja, dat is eigenlijk een beetje de dag voor vandaag. Als ik iets te filmen heb, dan laat ik het weten. En dit is natuurlijk een weekvlog, dus ik heb iets meer ruimte om bepaalde dingen te filmen voor deze weekvlog. Goedemorgen, iedereen is naar school, Niels is werken, maar er is iemand hier. Hulptroepen zijn gearriveerd. Nou, lijkt wel af, ik uit zijn Frankrijk weg bij komen rijden. 2 uur toch? Ja, niks meer. En Julian is er ook bij, want Julian gaat ons helpen. Hi. Hallo. Niels is aan het schilderen. Inge die heeft mij heel goed geholpen al. Want Inge heeft de kinderkasten klaar. Ja, de kledingkasten. En we hebben hier iemand die heel goed op aan het letten is. Ja, onze alarmbel. Onze alarmbel, want als we horen... Liam, mag niet! Dan weten we al dat we moeten komen. Of het stinkt hier naar poep. Ja, dat. Maar de kinderkasten zijn compleet opgevouwen gedaan.
alle bedden zijn afgehaald en opgemaakt. Maar dat is dinsdag nog een dingetje dat ik moet doen. Beddengoedkast is gedaan. Beddengoedkast, alle deken, shit, zooi is allemaal gedaan. Morgen ga jij mijn en Niels klerenkast doen. Ja. Ik val autistisch strak op kleur. Ja, autistisch, OCD. Ja. Ja. Satisfying of wat is? Ja, satisfying. Ja, op verzoek van Niels. Want Niels die heeft nogal hoge strenge eisen. Hij wordt er blij van, denk ik. Ja, happy the peppy. Ja, moet het wel zo houden. Anders ja, dat. Blijft hij niet happy the peppy. Ja, ik dat. Kom niet in natuurlijk 10 keer per jaar om dat allemaal op te vouwen. Nee. Nee. Maar dat is dus gedaan. Dus morgen is de kwestie van de kinderkamers poetsen. Boven poetsen. De douche die doe ik dinsdag even poetsen. En dan is het boven eigenlijk al wel heel lang klaar. Ja. Dan moeten we beneden nog doen, maar dat is voor zondag. Ja. Want dan gaan we gewoon hier beneden aan de slag. En mag Niels met de kinderen feest gaan vieren. Ja, dat. Maar dan zijn we in ieder geval gewoon beneden hier aan de slag. En dan is het gewoon een kwestie van de keuken even afdoen, de deur even afdoen, ramen wassen, dat soort dingen. En zorgen dat alles opgeruimd is. Kinderen naast de bank plakken. Ja, ook. Doen we ook. Ondertussen. Ja. Ja, dan kunnen ze niks meer vies maken. Nee, dat. Maar het voordeel is wel, en daar is Inge het wel mee eens. Ik mag jouw kinderen op een flikker geven, maar jij mag die van mijn kinderen ook op een flikker geven. Ja. En ze willen nog steeds knuffelen als ze naar bed gaan, dus op zich. Alleen jouw kinderen niet. Nee, heeft jou wel. Alleen Jente wil knuffelen. Ja. Jullie allemaal even knuffelen, alleen naar bed gaat. Oh nee, je knuffelt al met Joef, ja. Maar dat is wel grappig, want haar oudste, Duco. Ja. Die wilde niet knuffelen, dus Niels zegt. En Inge, die was echt. Die kent daar niet zo goed tegen. Die is niet, Inge is knuffelbaar, maar niet knuffelbaar, zeg maar. Dus, en Duco is hetzelfde verhaal. Dus Niels zegt: voor 5 euro moet je je moeder knuffelen. Ja, toen deed hij in 1 keer knuffelen. Ja. Ja, totdat, ja, Niels zei, totdat Niels zei: nou is het goed. Ja, ik heb wel een knuffel gehad toen ik zijn huis helemaal gedaan had. Oh, dat wel? Ja, ja. Oh, ja. Heb je de Tubantia of wat is die krant? Ja, de Tubantia. Ja, heb je die gebeld? Ja, het RTVO is het ook. Ja, dat is landelijk. Oh nee, dat is plaatselijk nieuws. Ja, dat. Van het hele gebied, ja, bij ons. Ja. Echt, ja. Maar dat, ja. Dat is wel grappig. Ja, die ging op zichzelf. Ja. Toen heb ik dat hele huis ook gedaan. En toen ging die wel, kreeg ik wel een knuffel. Dus, wel lief, hè? Als jij ooit op jezelf gaat... Moet je moeder zeker ook alles komen doen. Oh, krijg ik er wel een knuffel? Oh, jij bent degene die het meest knuffelt, afgezien van Jinte. Ja. Ja. Ja, Jolan en Jinte zijn het meest knuffeld. Ja, de rest niet. Nee. Ja, maar Matthijs soms. Ja, als hij iets van je wil. Ja. Als hij het nodig heeft. Maar in ieder geval, zo werkt dat gewoon bij onze gezinnen. En Jolan die moet nog een beetje... overwicht krijgen over die 2 van mij. Nou, dat komt wel. Maar Jordi doet die heel goed verzorgen. Dat is echt... Eerlijk is eerlijk. Jordi die... Jordi was straks ook heel blij, hè, toen we hem op gingen halen. Ja. Toen was Julan erbij. En Jordi was kei blij dat hij Julan zag. Het was echt heel mooi om te zien. Ja. Nou. Dus de mijn kinderen en haar kinderen, die hebben gewoon een klik. Ja. Een verplichte klik. Ja. Kom er ook even af. Nee, dat. Dus, wij gaan nog heel even bank hangen en nog even boven... De zooi opvouwen. Ja, op onze kamer. Op bed. Ja, want het bed was afgehaald. En dan is de kwestie van even niks meer doen vanavond en morgenochtend weer. Een lamp uit, wel rusten. Dat. Ja, dat. Dus bij deze en de volgende swipe is het alweer... Tot morgen. Zaterdag. Ja. Yay! Het is inmiddels zaterdag begin, nee nog ochtend is het. Niels die gaat zo met Inge samen met de kinderen naar de kapper, want dat is gewoon heel hard nodig. Inge heeft gisteren al mijn kasten opnieuw gevouwen dat netjes ligt. Ook aan Niels' kant heeft ze allemaal gedaan. We hebben hier nu de slaapkamer boven helemaal klaar. Hier is allemaal helemaal klaar. Helemaal schoon. We zijn goed bezig. Dan ga ik daar aan de kinderkamers beginnen. We moeten wel even naar de stad toe. Want we moeten even glutenvrije spullen halen voor Jente. Die bij een winkeltje te krijgen zijn. Dus dat moeten we daar ook nog even doen. Maar
We zijn gewoon goed bezig. We zijn weer een tijdje verder. Inge en ik zijn nog even naar de stad geweest. Want we hebben glutenvrije Thai Thai popjes voor Jinte gehaald. En ik heb eventjes nog wat andere dingetjes, fruit gehaald op de markt en dat soort dingen. Dus dat. Liam's kamer is nu ook zover klaar. Ik moet dinsdag sowieso de bedden doen. Woensdagochtend heel veel nog weghalen. Inge heeft heel de kast gedaan. Ziet er weer netjes uit. Ook bij Sam is het klaar. Dat is ook klaar. En ja, ook dat bed moeten we nog doen. Het ziet er allemaal netjes uit. De kamer van Jordi doen we morgen. Want Julan slaapt hier nu nog. Dan is, kunnen we die kamer even ook aanpakken. Boven is het dus ook helemaal klaar. We moeten nog kleine dingetjes doen. En we hebben nog wat was dat we moeten opvouwen. Dus ja, alles is zover netjes. Dus daar ben ik blij mee. Zoals ik straks verteld heb, zijn we even naar de stad geweest. En Julan die helpt ons nu ook heel veel. En we hadden nerds gedaan. Maar ik zit tegen Julan. Ik wil weten hoe dat die smaken. Want die heb ik nog niet gehad. Dus maak hem maar open. Dan gaan we zien. We moeten nog avond eten. Ja, Julan heeft al avond gegeten. Maar de kindjes liggen in bed. Zijn gedoucht en wel. En naar de kapper geweest. Dus... Ja, twee. Proost. Ja, proost. Ja. En wel zuur. Wel zuur. Beter. Ja. Er staat sweet, sweet op, maar... Sweet and gummy inside. Tangy and crunchy outside. Oeh. Dat is wel lekker. Vind je het lekker? Ja. Die buitenkant is zuur. Ja, nuts zijn altijd een beetje zuur. Ja, de binnenkant is niet zuur, maar dat is toch niet op de verpakking zuur. Was niet te zuur. Ja, tangy. Tangy. Is niet mijn ding. Kom maar in. Nou. Het is niet mijn ding. Nee. Het binnenste is wijnkumachtig, ja. En de buitenkant is... Een tumtummetje is de, ja, binnenkant. En de buitenkant is net van die nuts, zure kruimels. Ja. Maar als je het niet verwacht, dan is het zuur. Ja. Ja. Maar als je dan de tweede hebt, zeg maar, dan valt het al mee. Ja. Ja. Nee, niet mijn ding. Ja. Maar ja, is het een aanrader? Ja. Ja, het is een aanrader. En ik heb nog misvormd jellybeans. Ja, vertel maar eens het verhaal erachter. Misvormde jellybeans zitten hier allemaal in. Ja, je hebt altijd die nette jellybeans. Maar deze jellybeans, die zijn zeg maar misvormd. De misvormde. Ja, dus... die moet ik straks doen. Ja, en dat is ook snoep. Ja, met allemaal vieze beesten. Ja, maar die slakken, een kikken, een haai, een spin. Ja, maar die laten we niet zien, want dan moet je dat allemaal eruit halen en aanraken. Dat is niet hygiënisch. Nee. Dus ja, dat. Je bent alweer verwend, hè? En als je heel goed je best doet... Graag ik 24, 25. Ja, dus morgen moet je nog even laten zien hoe goed je zijn best kunt doen. Heb ik al gedaan. Dat gaat al 2 dagen heel goed. Ja, maar morgen moet ook wel goed gaan. Ja, oh, dat lukt wel. Werken voor je spel. Die is afgekeken. Wat is je taakomschrijving? Wat is je taakomschrijving nu? Wat ben je hier? Rondkijken, opletten, een beetje met het spelen. Ja, dus een beetje de kinderen bezighouden en een beetje opletten dat ze geen dingen uitvreten die niet mag. Ja. En anders de alarmbel uithangen. Ja. Luiers hoef je niet te verschonen, toch? Nee, hè? Nee. Spelen en de alarmbel uithangen. Ja, dus zodat wij in ieder geval gewoon onze dingen kunnen doen. We zijn gewoon aanwezig hier. Hij is niet alleen met de kinderen. Dus, nee. Maar in ieder geval dat wij gewoon onze dingetjes even goed kunnen doen. En dan wordt hij ook rijkelijk voor beloond, hè? Je wordt wel goed verwend, toch? En nou maar 2 uur. Hij gaat niet. Wat? Weet ik niet. Gaan we zien. Ligt eraan wat het nou thuis heeft gedaan. Wat? Ik denk niks. Ja, het ligt eraan wat het nou thuis. Als het nou thuis ook zijn best, dan werd het door papa beloond. Dus ja.
Dat is geen idee. Het is toch een tweeling. Als je thuis je best deed. Het is toch een tweeling. Ja. We gaan het zien. Inge die heeft een paar wormen bij haar op de bank zitten. Wat zeg je? Nee, je hoeft de worm niet te doen. Je bent al een worm zo. Oké, we hebben allemaal klaar in huis. Mag jij mij vertellen? De zon. Ja. Alles opgevouwen, alles schoongepoetst, de ramen. Alleen hier achter nog, maar die doen we morgen. Of overmorgen. Ja, maar dat is niet bezorgd. Nee. Kamers van de kinderen. Ja. Alle ramen. Alle kasten. Ja. Alle zooi uitgezocht. De douche doe ik dinsdag poetsen. Beneden. De hal, de bad, de douche, of de wc en de hal. Ja. En als de kinderen op bed liggen vanavond, doen we hier nog even. Ja, en ondertussen zijn we ook gewoon even bezig met, oh, dit kan wel nog even weg en dit moet nog even staan, dit kan nog weg. Zoals, ja, schoenen bijvoorbeeld, die kan ik daar uitzoeken en in een bak doen en dat kan dan ook weer naar boven toe. In ieder geval, we kunnen gewoon tussendoor nog wat dingen doen. Maar ja, we zijn gisteren natuurlijk naar de stad geweest, want Jinte, die heeft glutenvrije... Tai-tai popjes. Oh, dat was het. Dat was het. Ja, we hadden ook pepernoten, maar die waren er niet. Nee. Die hadden we besteld, maar toch waren ze er niet. Nee, die waren niet binnengekomen. Maar toen hebben we nog wel aparte smaken gehad. Ja, dit is gewoon pepernoten met witte chocola. Dus die valt af. Dat is gewoon witte chocola met de pepernoot. Maar wat hebben we hier? Dark orange. Ja. Dark raspberry chili. En die moet pittig zijn. Ja, ze hebben ook nog extra chili. Dat is niet deze toch? Nee, dat is die, maar dan extra chili. Ja. Maar ja, dat is ook niet. Nee, dus... Echt wel een slechte winkel. Nee. Alles wat we willen hebben is er niet. Nee, dat was er niet. Ja, we hadden ook naar een andere pepernotenwinkel nog kunnen gaan, want we hebben er twee. Ja, maar deze had goed bij je... De rest waren allemaal glutenvrije pepernoten met truffel. Ja, maar de chocoladetruffel. Ja, maar dat is, ja, en dat is zo'n gepoederde chocola wat er overheen zit. En dat wordt niet heel gewaardeerd bij Jinten. Nee. Krijg je wat over? Ja. Weet je, als jij dit ruikt, waar denk je aan? Die bananenachtige vorm chocola met sinaasappel. Ja, dat. Ja. Oh, dat. En dan met pepernoot. Dit is wel heel fout. Ik heb ook een dubbele. Oh. Ja, dat smaakt het naar. Nou. Wel lekker. Brengt een beetje nostalgie terug. Ja. Om je misselijk in te eten, dit. Ja, maar ik kan hier niet veel van op. Ja, maar normaal met die chocoladetroep. Nee, dat heb je misselijk in te eten. Dat klopt. Daarom gaan ze nu ook dicht, want we moeten daar goed eten. Want als we er nog 3, 4, 5 van die chocolaatjes op hebben, wat normaal de winkel kopen, dan ga je ook meestal gegeten. Dat klopt. Wel lekker. Ja, zeker die vies die. Die is wel een aanrader. Ja. Dan moeten we straks elke keer hier in de stad zijn over 3 weken weer naar die pepernotenwinkel weer andere testen. Ja, dat is goed. Want de keuze nog reuze, want er waren 50 soorten. Het ruikt niet eens zoet, vind ik. Ik weet niet of ik durf. Nee, dat is niet mijn ding. Het is niet pittig. Maar er zit een zuur randje aan. Ja. Als die extra chili is, daar heb je meer last van, denk ik. Ja. Maar het is niet mijn ding. Het is geen tranentrekker, dit. Nee. Als je verkouden bent, dan zijn deze goed. Ja, dan brandt hij er wel vol op. Dan brandt je keel wel even los, ja. Ja. Welk merk is het dan? Pepernuts. De pepernuts.
Ja. Pop-up store. Ja, volgens mij hebben we wel weer meerdere winkels. Ja, ja, ze hebben meerdere winkels. Ja, meerdere winkels hier in de buurt en in het westen, ja. Ja, bij jullie niks bij ons. Nee, bij jullie zaten ze in Zwolle. Ja, een uur. Ja. Wat was het? Apeldoorn, geloof ik? Nee, Zwolle of... Of hier? Wat de Friesland hoofdstad is. Ja, maar dat is nog verder. Ja, het maar was dat of is... hier of Zwolle. Ja, dat klopt. Het was of een uur. Ja. Komt van Pepernoten. Ja, dat. Ja, ze komt wel hierheen. Ik zeg, dat is toch een uur. Wil je die wit ook nog proeven? Ik wil die proeven. Hij is gewoon met chocola. Ja, ja, maar smaak. Ik vind deze niet lekker. Geef mij die orange maar. Dat vind ik helemaal prima. Ik denk dat de Niels er wel is. Ja, geef jij ze aan die Niels? Die smeert overal sambal af. Niels vreet dat niet. Maar die vreet overal sambal af, ja. Dit is gewoon pepernoten met sambal. Ik was al moeite aan het doen. Lukt het bij jou? Ja. Morgen of volgende week. Ja, we hebben gewoon echt heel veel met onze handen gewerkt. Dus dat is gewoon echt... Ja, dat wil niet verder hier. Dit is er nog in uit. Ja, dit is gewoon een... Met chocola. Ik snap eigenlijk niet waarom ze hier gewoon hele jaar de winkel overlaten. Gewoon speciaal voor mij of zo. Mag gewoon. Doe dan ook koek en sopie met chocolade en melk erbij. Ik kan je heel eerlijk vertellen, op het moment dat de pepernoten in de winkel kwam, had ze al een kilo weggevreten. Ik hoop altijd dat het lukt op mijn verjaardag, maar dat lukt niet altijd. Nee. Het valt net mijn verjaardag een week te vroeg, dus dat is weer graag. Ja, dat. Zij is echt de pepernoten gek. Ja, ik probeer ook altijd zo lang mogelijk een datum te zoeken. Meestal lukt april. En dan zijn ze over datum. Dus dan moet ik van april tot augustus zonder. Ja, dan toch maar zelf gaan maken, hè? Ja, en meestal probeer ik die datums ook van zelf bakken en de pepernoten onder huis te stellen. Het hele jaar? Ja, dat lukt altijd net niet, maar dat probeer ik altijd wel. Ja, dat. Zit er dan een zit van? Maar in ieder geval, wij gaan dadelijk eten maken, of ik ga daar eten maken. En dan gaan de kinderen weer naar bed. Maar ik ga deze upsenown wel afsluiten nu, want ik moet ook nog iets editen natuurlijk. Dus... ja, bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot later.